ik ben Kim Lian en ik ben, dit wordt heel officieel, ik ben 27 jaar. En het is voor het eerst dat ik iets voor de AVRO ga presenteren en ik vind het super gaaf. Super straf, zoals jullie dat zeggen, toch? Ja, dat is alweer een jaar of 4 geleden had ik een liedje dat heette, of het ging, She is a teenage superstar, always got the VI punky card. Ja, ik zie de cameraman al knikken, die denkt, hey. En we zijn ook met de musical Doe Maar, zijn we ook in Vlaanderen een paar keer geweest om op te treden. Dus ik heb geen idee hoe bekend ik ben in België. Ik heb alleen maar een promospotje voor de uitzending heb ik erin gesproken, dus ik hoop dat ze me daarvan kennen. En Thor, ik ben gek op Thor. Thor is de Belgische inzending van vorig jaar. Die heb ik echt lopen pluggen vorig jaar van een stem op Thor. Ik vind dat we elkaar moeten steunen als buren, want dat doen de anderen ook. Aan de andere kant gaat het natuurlijk wel om kwaliteit, maar Thor, die was gewoon ook heel goed. Het was een leuk liedje. Nee, ik vind het zo leuk. Ik heb er zoveel zin in. Ik moet alleen maar lachen en ik word alleen maar vrolijk van. Maar waarschijnlijk op het moment dat het daar echt gebeurt, dan scheid je wel even 8 kleuren poep, zeg maar. Ik vind het wel spannend, hoor. Ik weet het al best wel lang dat ik het ga presenteren, maar ik ben tot nu toe met zoveel dingen bezig geweest. De nationale finales en met andere dingen, zeg maar. En nu is het moment, zeg maar, dat we het officieel presenteren. En dan heb ik in één keer zoiets van, wow, oké. Dus ik merkte vandaag wel van een bepaalde spanning, een positieve spanning, kriebels in mijn buik. Ik heb er heel veel zin in. Dat is één van de dingen die me echt zo aan het hart gaat en waar ik zo blij mee ben dat we dit jaar samenwerken, vanaf dit jaar samenwerken met UNICEF. 100% van de belopbrengsten gaan naar UNICEF. Ik ben ambassadeur van UNICEF. Ik weet wat voor verschil UNICEF maakt in de wereld voor kinderen. Ik kom net terug uit Brazilië en heb gezien dat UNICEF voor plekken zorgt waar kinderen heel blij en vrolijk van worden. In wat voor werk, in wat voor omgeving ze ook zitten. Dus dat ze niet meer hoeven te werken bijvoorbeeld. En ik weet dat dat heel erg goed is. En dit festival is een talentenfeest voor kinderen. En als we dan die kinderen die het moeilijker hebben ook nog kunnen helpen. Nou, dat vind ik helemaal te gek. Nou, het thema is water. Hè? Want Nederland staat natuurlijk bekend om, behalve de klompen en de tulpen, om heel veel regen. Regen, regen, nog eens regen. Dus we komen nat op. Dus, nee. Nou, we wilden het water iets positiefs meegeven. Dus we hebben een hele spectaculaire opening, waar we natuurlijk nog niks over kunnen vertellen. Maar het is bijna Robbie Williams-achtig, dus het is heel erg leuk. En onze kostuums worden ook helemaal aangepast op het thema water. Dus het is Heel erg spannend, spectaculair. Ja. En wat wij tot nu toe weten is dat wij gewoon allebei in het Engels gaan presenteren. Ja. Ik moet nog even iets meer geld vragen, hoor. Als ze zeggen dat ik het in het Frans moet doen. Want dan moet ik eventjes de boeken weer erbij pakken. Ja. Je vliegt gaan studeren. Mama, heb ik een hart? Mama, zie mij je staan? Mama, wat deed ik fout? Mama, is dit wat ik verdien? Ben ik slecht misschien? Voor mijn mama, dan ben ik toch niet van steen. Dan ben ik toch niet van steen. Hi, ik ben Kevin. Ik ben Silla. Ik ben Peter. Ik ben Rachel. En wij zijn Chips. Who you gonna call in the twilight zone? Chips is gonna make it right. Chips is back! Het wordt een nieuw lied dat we speciaal gemaakt hebben voor het Junior Eurovisie Songfestival. En het heet Make a Big Splash. Eigenlijk moedigen we een beetje de 3 kandidaten aan. Of eigenlijk alle kandidaten die daaraan meedoen, die moedigen we aan in het nummer. Dat was eigenlijk past het gewoon heel goed bij heel het thema.